Christina. En als je zo rijdt, dan ben je snel. 1 minuut voor de start. Zet hem op. Doe maar tijd. Die worden heel erg verdokt. Die zitten weer in te zetten. De ruimtebouwers van tijd. 127 deelnemers aan de start. Heel wat terrein heeft gekeurd.
Thank you.
We zullen er alles aan doen, maar de wedstrijd zit nu over een deel van de energie verf natuurlijk. Laat het lopen, die beste aanvallen en die wel tijd geven. De plaatsen lopen waar het heel. Veel geld kwijt leveren om de wedstrijd te eindigen. We gaan. Waar zitten die dan net tussen? De laatste ronde. De spurt is al ingezet van ver. De rest zullen tekort komen en strijden op de vijfde plaats. Is zo dadelijk. Supporters laat in naar oren. De spurt in oren. Ja, het is in elk geval de zege voor Stef van Berghagen. Onder 13 voor Kraak, Waterkraak. Die zaten er nog bij, hè? Nee. Nee. De strijd op de verdere ereplaatsen. Ook zijn niet verder weg. Hebben de wedstrijd tegen Treur. Hebben er alles aan gedaan om mee te kunnen strijden om de nummer. Uiteindelijk met 9 renners voorop. Die hun krachten enorm gebundeld hebben. En in die. Opletend blijven. We hebben vooraan en de Ja, absoluut niet weg te branden uit de voorste linie, op de barricade strijden, dan uiteindelijk met z'n 9 toch voorop te raken, wat al heel knap was. Maar ja, dan kwam er een aanval, hè? Zodanig dat jullie met z'n 4. Wie was de aanstoker? Ja, op laatste waren het gewoon de sterkste nog die overbleven, denk ik. Ik denk dat we altijd volle bak gereden hebben. Dan ben je met die laatste ronde bezig en je zit met z'n 4. Je kent, je weet welk vlees je in de kuip hebt. Ja, ik ben blij dat er een ploegmaat gewonnen had, anders was ik het geweest. Ja, dus ja, je maakt je op voor die spurt, wordt er een plannetje gemaakt, wordt dat een beetje nog overlegd? Nee, het was gewoon de sterkste die gewonnen hadden, denk ik. Of de sterkste 4 waren weg. Ja, je bent met z'n 4 weg en dan dan is het sowieso logisch dat je in die eindspurt het pleit zal beslechten. Ja. Ga je tevreden zijn over deze wedstrijd? Ja, ik ben heel tevreden. Dat zou ik geloven. En van je seizoen? Eigenlijk niet. Dat kan beter, maar ja. Ja, de laatste maanden gaat het wel terug goed. Dus
probeer nog het beste van te maken. Het is altijd niet simpel, maar je bent in elk geval nu toch wel bijzonder sterk en knap bezig. Dus we wensen jou ook nog heel veel succes bij alles wat je doet natuurlijk. Merci. Voilà. Maarten Kraaks die zijn versie van het verhaal kon doen. Van Meijerhagen is erbij gekomen en ook de derde Dries Hollanders. Dries, je wist dat het heel moeilijk zou worden in die sput, wellicht met die mannen hier erbij. Ja, het was, sinds we al met 9 vooruit waren, was het al zeer vervelend rijden. De jongens die niet echt niet willen rijden en dan tussen premies pakken. Het is altijd niet van die willen, maar ook van die kunnen denk ik ofzo. Maar ja, dan met die premies waren ze er wel. Ja, en dan met de 4 streden ze nog eens mee en dan maken ze beloftes. De laatste ronde, die komen ze ook niet na, dus dat is heel zwak van die jongens. Wel een verdiende winnaar, daar niet van, maar ja, de anderen zijn niet tevreden mee. In elk geval, bij de 4 vertoeven vooraan, dat is al indrukwekkend, hè? Ja, dat had ik ook wel verwacht van mezelf. Ik krijg iedere week tegen de profs, dus dat is een ander niveau. Dan moet je hier wel verschil kunnen maken. Knap gedaan. Voilà. De winnaar erbij natuurlijk, gaan ze dadelijk naar het podium toe, niet te lang talmen, maar Jeff van Meijerhagen, je bent in die laatste ronde, het is een echte schiftingswedstrijd geweest, geleidelijk aan zijn ze er allemaal afgereden, jullie zijn de sterkste, dat is duidelijk, en dan? Ja, ik wist dat ik van die 4 toch wel de snellere was. Misschien wel de snelste. En vanaf dat er iemand aanging, ging ik gewoon direct altijd mee, direct altijd op duw. Zodat ik uit een gatje moest dichtrijden. En dan heb ik gewoon. Ik heb wel de pech dat ik als eerste de laatste bocht uitkwam. Ik kon nog een van die andere jongens de kop opdringen, maar dan moet je doorgaan. Ja, ik begon op kop en. Ik denk dat Maarten zat redelijk rap in mijn wiel en dan wist hij dat binnen was. Ja, in elk geval in die laatste ronde en die aanvalspogingen die er geweest zijn, dat is gewoon blik op oneindig denk ik en verstand op nul en alles geven. Maar dat is natuurlijk, jullie zijn wel wat gewend. Kan jij tevreden terugblikken op dit seizoen? Het is mijn eerste zege van het seizoen nog maar. Ik hoop dat ik nog één kan binnenhalen. Er zijn nog een aantal mooie koersen dit jaar. En ik hoop dat ik toch voor mijn seizoen nog wat meer kans te geven. Toch nog wel een aantal keer kan winnen, ja. Voilà, wij staan maar te praten. Wij gaan huldigen, we gaan jullie op het hoogste schavot. Voilà. Nou, als de Bramosseré die de bloemen bij heeft, ja, moet even van zijn podium terug naar beneden zakken. Die bloemen en die zoenen. En vanwege de Bramosseré. Voilà, en applaus natuurlijk, dames en heren. Voilà, dan staat hij te groenderen op de tweede plek. Dus laat hem graag, die gaat erbij staan. Voilà. En de burgemeester is hier. De burgemeester Patrick Keunis is erbij om de trofee te overhandigen. Goed, dan zetten we de derde op tijd natuurlijk. Voilà, gaan we erbij staan. Drie soldaten, ja. Applaus veranderen. En dan is dat de steken van sport die deze trofee bij heeft gelegd. En de zus de Monster heeft exclusieve champagne bij, ook voor de anderen, die exclusieve flessen. Jullie hebben prominent bij het podium graag om te mee te poseren. Ja, campagne overhandigd door de zussen Monsteré. Ga er maar bij staan, voorzitter Kok. Ga er maar bij staan. Fotografen doen hun werk en het publiek. Wij zwakken niet op, wij blijven volhouden. Laat die maar eens horen! Met veel dank natuurlijk, een prachtig plaatje is dat. Sterke mannen vooraan, prachtige wedstrijd, indrukwekkend, wij hebben ervan kunnen genieten. Dankzij de
mensen van de wielerclub Zonnestraal hier, dankzij de vele helpers die ze nodig hebben, dankzij Wielerbond Vlaanderen, dankzij de gemeente, dankzij de provincie Antwerpen, dankzij de politiediensten.